allemaal. Mooi om zo'n volle zaal hier te zien. Dat we wat later beginnen heeft niks te maken met het Brabantse kwartiertje. Maar heeft alles te maken met dat aan de ingang nog rijen mensen stonden. Dus ja, dat is een mooi teken dat er zoveel belangstelling is. Maar dat we vanavond echt geïnspireerd zullen worden, dat weet ik wel zeker. Dus graag een heel warm applaus voor jou nogmaals. Goedenavond in Os. Ik heb er zin in, zie je ook? Heel goed. Ik beloof troost en inspiratie vanavond. En daar wil ik wel een fles whisky op zetten, dat gaat lukken. We gaan vanavond kantelen. En ik hoop dat jullie meedoen. Ik ga wel een verhaal vertellen, maar de bedoeling is natuurlijk om jullie te prikkelen en te inspireren. En na de pauze krijgen jullie alle kans om met mij te interacteren en vragen te stellen. Tot drie is niet genoeg, denk ik. Os moet gaan voor de duurzaamste gemeente van Brabant. Kom op zeg, natuurlijk. Ja. Kom, wie zijn dan de concurrenten? Ja, u misschien. Ik begin met de stelling waarmee ik altijd begin. Dit is geen gewoon tijdperk van verandering, maar een verandering van tijd. Dat is een stelling eigenlijk geponeerd door Herman van Hagen. Ik heb hem dankbaar gebruikt de afgelopen jaren. En hij dekt wel de laag van mij dat echt van vanavond. Mijn vader zei vroeger al, Jan, het gaat veel sneller dan toen ik jong was. En toch is het anders, dames en heren. Het is anders, want elke generatie kleedt op de veel verandering. Maar sommige generaties hebben het geluk, zoals wij. Want dan veranderen er zoveel dingen tegelijk, zo snel en zo fundamenteel, dat we spreken van een kanteltijd. En dat gebeurt zelden. Eén keer in de 100, 200 jaar. De laatste keer dat we dat hadden, was het tweede deel van de 19e eeuw. Een tijd vol verwarring, een tijd vol chaos, een tijd vol wanhoop. Hier hebben we ook een industriële revolutie. Maar die gaat niet over machines of de opkomst van de verbrandingsmotor, maar die gaat over data, de digitale revolutie. En dat Europa, want destijds was het ook een Europees proces, weer aan de vooravond ontstaan. Weer zo'n kantelperiode. Dat betekent dus een langdurige periode van onrust en chaos en instabiliteit, maar ook, net als toen, een unieke kans om die samenleving opnieuw vorm te geven. Zijn de moderne kunstenaars, de filosofen, nu wel de hackers en de sociale entrepreneurs, wie zal het zeggen? En toch blijven die kunstenaars uitdagen om die kantelperiode te verbeelden. Ik kan natuurlijk 10.000 woorden gebruiken. Maar ik stond laatst met Vreten Jongen, die ik ook heb uitgedaan op het podium. En het één treffend gedicht had hij eigenlijk meer impact dan iemand anders met 1000 woorden. Het gedicht heette Wees niet bang. Wees niet bang. Wees niet bang. Wees niet bang. Bang bent voor robots. Als je bang bent voor de revolutie die op ons afkomt, dan weet je zeker dat je er slechter van af. Dus kantelen betekent ook je angst overwinnen en proberen om het nieuwe te omarmen. En daar ga ik het met jullie over hebben vanavond. Samenheid ervan. Wat we nu meemaken is een unicum. En laten we dat eigenlijk vieren vanavond. Kantelen is ook vieren. Er valt genoeg te lachen vanavond, wees je niet bang. Kijk, die samenleving die wordt eigenlijk decentraal en... Ja, alles wat we in de 19e eeuw hebben opgebouwd, dat waren instituties en die hebben ons eigenlijk langzamerhand overwoekerd. Het is ingewikkeld geworden, bureaucratisch, complex, grootschalig. En eigenlijk willen wij mensen weer dat terugpakken en het op de kleinst mogelijke schaal organiseren. Nou, als er nou één gemeente is, bij wie dat past, is het wel ons toch? Dat wou ik zeggen, daar kom ik nog op terug zo. Hier, dit is toch eigenlijk, ik wil zeggen, de habitat van de menselijke maat. Wees niet bang. Wees niet bang. Je mag opnieuw beginnen.
vastberaden, doelgericht. Vastberaden, doelgericht. Of aarzelend op de tast. Of aarzelend op de tast. Houd je aan de regels. Houd je aan de regels. Volg je eigen zinnen. Volg je eigen zin. Laat die hand maar los. Laat die hand maar los. Of pak er juist één vast. Pak er juist één vast. Wees niet bang, niet bang voor al te grote dromen. Grote droom. Ga, ga als je het zeker weet. Als je het zeker weet. En als je aarzelt, aarzel, wacht. Hoe ijdel zijn de dingen. Hoe ijdel zijn de dingen. Die je je hebt die voorgenomen. Je hebt voorgenomen. Het mooiste overkomt je. Het mooiste overkomt je. Het minste is het bedacht. Minste. Wees niet bang, wees niet bang voor wat ze van je vinden. Wat ze van je vinden. Wat weet je van een ander? Wat weet je van een ander? Als je jezelf niet als kent. Als je jezelf niet kent. Verlies je oorsprong niet. Verlies je oorsprong niet. Wil je te snel te binden? Te snel te binden. Het leven lijkt afwisselend. Het leven lijkt afwisselend. Maar zelfs de liefde. Maar zelfs de liefde. Ben.